Wij willen vooral dat het een heel gastvrij gebied gaat worden. Breda Nu. Je weet het meteen. Het voormalig belastingkantoor aan de Gasthuis Velden is omgedoopt tot De Teruggave. Het gebouw wordt hiermee opengesteld voor nieuwe activiteiten en gebruikers. Deze nieuwe gebruikers wordt gevraagd iets terug te geven aan het gebouw, de omgeving of de stad. De nieuwe bewoners van het pand zijn actief op diverse terreinen. Denk aan Stichting Vluchtelingenwerk Breda, School voor Fotografie en het Kielegats Carnavalsmuseum. Ja, we staan hier in de Teruggave, het voormalige belastingkantoor. Hoe lang had de gemeente Breda eigenlijk al plannen met dit gebouw? Nou, we hebben er al wel een tijdje over nagedacht, want we wisten dat het gebouw naar ons toe kwam. Hè. We hadden al een koopovereenkomst gesloten, heel lang geleden. Omdat we eigenlijk wilden dat de rechtbank en de belastingdienst beide naar het station gingen, naar de spoorzone. En toen hebben wij ons aan verplicht om dit gebouw over te nemen van een Rijksvastgoedbedrijf. Dus we wisten al een tijdje dat het naar ons toe kwam. En toen hebben we bedacht dat dit wel een goed gebouw is om nog een tijdje tijdelijk te gebruiken op deze vernieuwende manier. Wat vindt u van de teruggave van het nieuwe belastingkantoor eigenlijk? Het is natuurlijk zeg maar in de huidige tijd zeker goed toepasbaar om wat langer na te denken over de toekomstige functies van gebouwen. En omdat je in een heel groot gebiedsontwikkeling zit, is het niet altijd aan het begin duidelijk wat er gaat gebeuren. En dan sta je eigenlijk voor de opgave om een tijdelijke voorziening voor zo'n gebouw te gaan bedenken. En om dat dan laagdrempelig te doen en voor iedereen benaderbaar. Maar met name ook zeg maar, de raakvlakken met de omgeving en de mensen die hier allemaal wonen, dat die hier ook gewoon laagdrempelig naartoe kunnen. Is dat natuurlijk wel de methode om ook de transitie van zo'n heel gebied binnen zo'n hele woonomgeving op een goede manier te organiseren. Wat willen jullie met dit gebouw eigenlijk teruggeven aan de stad? Wij willen vooral dat het een heel gastvrij gebied gaat worden. Waar iedereen zich thuis voelt en voor jong en oud. Gastvrijheid, hospitality, dat is wel een kernwaarde. Wat hoopt u dat dit gebouw de stad gaat bieden? Nou, ik denk een levendige plek waar bedrijven, start-ups, zeg maar, nieuwe bedrijven elkaar vinden, de stad vinden, zich kunnen ontplooien. Maar ook wel een gebouw, het heeft bijvoorbeeld een prachtige zesde verdieping met mooie terrassen, waarbij je een heel mooi uitzicht hebt over de stad. Wat mij betreft ook een goede locatie om activiteiten te organiseren die openbaar toegankelijk zijn. Dus dan heb je toch wel een heel uniek plekje in onze stad, want zoveel toch relatief hoge gebouwen als dit gebouw hebben we niet. Zeker niet met een openbare functie. Dus het heeft echt wel toegevoegde waarde voor Breda. Breda Nu. Je weet het meteen.